Vanavond starten we met de kwestie rond de Surinaamse Voetbalbond. Afgelopen donderdag is er namelijk een vergadering gehouden waarbij zaken een beetje uit de hand zijn gelopen. Het bestuur is weggelopen, er is een commissie samengesteld, er is een motie aangenomen tegen het bestuur. We gaan terug naar de persconferentie van afgelopen vrijdag waarbij Bilanto Atompai ingaat op het waarom en hoe ze hebben besloten om het bestuur af te zetten. Terug en ze zeggen ze willen vergadering verdagen. De ALP heeft toen gezegd van nee, dat gaan we niet doen. Wij willen de vergadering niet verdagen. Ook die mensen die het eens waren. En ons AR, HR, reglement is duidelijk. Men geeft daaraan dat zodra 1/3 het niet mee is, en niet mee eens is om die vergadering te verdagen, men het niet kan verdagen. Het bestuur zei toen van nee, ik verdaag, ik ga werken. Ik zeg oké, u verdaagt niet, u verlaat de vergadering. En toen hebben ze de zaal verlaten. Ik heb toen een punt van orde gemaakt en ik heb de ALV gevraagd om niet te vertrekken. Ik heb de ALV toen gevraagd van, kunnen we het in stemming brengen om de vergadering voor te zetten en uit ons midden een commissie of een aantal leden plaats te laten nemen om de vergadering voor te leiden. De ALV heeft ja gezegd en dus toen mijn persoon en de mensen hier naast mij hebben we dan plaats genomen achter de tafel. Ik heb toen gezegd van oké, ik heb mandaat van de ALV om samen met die andere leden uit de commissie de vergadering te leiden. Maar de agendapunten zoals ze nu zijn, kunnen we niet. Kunnen we niet behandelen. Het lid Gentle die namens PVV daar aanwezig was, heeft toen een punt van orde gemaakt en heeft gevraagd aan de ALV om een motie in te dienen. Het betrof een motie van wantrouwen en ontslag. Ik heb aan de ALV toestemming gevraagd voor de gemachtigde van PVV om die motie in te dienen. De ALV heeft ja gezegd. En als bestuur hebben we die motie in ontvangst genomen. En zo behoort het in het verenigingsrecht. En als commissie hebben we even geschorst en hebben we die motie getoetst op de juridische vereisten, namelijk zowel de materiële als de formele vereisten. En als fungerend commissie hadden we geen reden om die motie niet in stemming gebracht. Die motie is toen in stemming gebracht en 26 van de aanwezige leden hebben voorgestemd en 1 heeft zich onthouden van stem. Ja, en het bestuur is dan per direct afgezet en heeft de ALV verder gevraagd om dan de commissie van 5 mannen te behouden, bijgestaan door de leden Botsen van Voorwaarts en Shangur van Diva Boys, om lopende zaken af te handelen en binnen, ik denk, 6 weken tot 2 maanden om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Milanto Atompai en de andere commissiesleden Anil Gisay Dubé en Marlene Cameron hebben ook een aantal andere zaken aangehaald waar naar hun mening zaken niet goed zitten bij de SVB en ook met betrekking tot de manier hoe de vergadering werd geleid afgelopen donderdag. En nog erger, er is een etnisch campaign gevoerd. Eentje heb ik zelf met mijn eigen oor gisteren gehoord. Hoe die ene groep opgeheerst wordt. En het wordt zo extreem gezet. Akuli, Ajuka, dat soort toestanden. Ablakamang, zo extreem. En ik zeg, what the hell is happening here? Weet je, terwijl we met sport bezig zijn, zitten mensen daar op deze wijze gewoon hun belangen te verdedigen. En het is vrij ernstig, omdat het onze volkssport nummer 1 is. En de samenleving
Die samenleving heeft dit bestuur op allerlei manieren veroordeeld. Die samenleving eiste van de leden niets anders dan dat ze een keertje korte metten moesten maken bij dit bestuur. En de leden voelden zich daartoe verplicht. Het is jammer dat er nog steeds leden zijn dat ondanks er zoveel misstanden zijn, zo loyaal verklaren aan dit bestuur. Dat is gewoon jammer. De leden hebben het bestuur de ruimte gegeven om te herstellen toen de vergadering verkeerd begon. Want de vergadering heeft de secretaris gestart. Statutair mag dat niet. En hoezeer er, meneer Atompay is de eerste geweest die is opgestaan met een hele milde toon om het bestuur erop te wijzen. Daarnaast heeft meneer Atompay ook gewezen op de mensen die niet horen in de zaal. Daar was de bevestiging voor ons dat het bestuur zelfs de leden niet kende. Maar Atompay wist precies van jij hoort hier niet thuis. En toen heeft de secretaris gevraagd wie bedoelt u en meneer Atompay kon met naam en toenaam aangeven. Desondanks ging de secretaris gewoon door. En toen stond meneer Gentle op en hij zei van als PVV, secretaris, u mag de vergadering niet starten. Zo hoort dat niet. De verduidelijking kwam van meneer Hellings van Groningen. Is hij van Groningen? Ja. Van Groningen. En toen heeft het bestuur, ze hebben niet geschorst, want dat was nog geen schorsing. Ze hebben zich even bedacht. En de vergadering heeft ze gevraagd om te herstellen. Start u opnieuw. Dat filmpje heb ik zelf geüpload. En ze zijn toen opnieuw gestart. Dus als je die guidance krijgt vanuit de vergadering, toch dan werk je liever mee. En ik heb daar moeten aanschouwen hoe de voorzitter op een vreselijke autoritaire manier die vergadering bejegende alsof we bezig waren met jongens op het veld. SPB heeft een fanshop. U bent journalist. Neemt u een kijkje daar wie daar allemaal werkt. Dan gaat u gewoon een familie gaat u zien. Nee, u gaat een familie zien wie daar werkt. Wanneer de selecties naar het buitenland gaan, moet u kijken naar de mensen die meegaan. Dan ziet u gewoon een gezin die meegaat. Dat waren dus beeldenkijkers van de persconferentie, waarbij er een aantal zaken naar voren zijn gebracht met betrekking dus tot wantoestanden zoals de actiegroep het ziet binnen de Surinaamse Voetbalbond.